Locus en locus. Is het lekker? Ja. Ik heb een healthy snack gemaakt. Dan zien jullie het beter. Maar in deze video laat ik jullie de healthy snacks zien. Twee van onze go-to healthy snacks. Lekker. Rare combinatie eigenlijk, maar toch heel lekker. Hè? Ja, als je dat daarover nadenkt, is dat raar, maar... Als je het eet, gewoon ja. Goed. Inderdaad. Het is vandaag de dag voordat we naar Italië vertrekken. Deze avond gaan we in Charleroi slapen. En morgen vroeg om 7 uur vertrekt onze vlucht. Ik ben daarnet even gaan wandelen buiten. En ik heb wat oefeningen hier thuis gedaan. Nu ga ik ook mijn snack eten op de computer. En dan... Ja, ik ga op mijn computer mijn snack eten. Amai. Ik ga dat toedoen, dan ga ik erop zitten en dan eet ik mijn snack. Nee, dat is gek, Jan. Arme computer. Onmogelaar. Oh, ik ga hun hier missen. Hey. Hè? Ik ga mijn katjes weer missen. Maar ja, we gaan een week fijn op Vespa-trip. Dat is ook wel kei tof, hè? En as you guys can see, de tafel ligt nog altijd vol. Ik moet mijn koffer nog maken, dus dat ga ik zelfs doen. Maar ik heb wel alles bij elkaar liggen. Als eerste snack gaan we een goede bekende maken, de avocado on toast. We hebben crackers nodig. Tada! Ik pak altijd sesamcrackers, die vind je in de Albert Heijn. Dan, om het gemakkelijk te maken, pak ik een avocado dip. Je kunt er ook voor kiezen om zelf je avocado te snijden en erop te smeren. Maar I was lazy, so yep. Dit is dan wel een heel gemakkelijke oplossing. Smeer het op de toastjes. Easy as that. Dan is het tijd voor de tomaatjes. Ik neem er altijd een paar. Snijplank. Anders wordt Sam kwaad op mij als ik snij op de kast. Stiekem doe ik dat soms. Maar niet zeggen tegen Sam. Dan neem je de tomatenpaartjes en leg je ze op je toastje. Een beetje peper. En natuurlijk a little bit of salt. En voilà, klaar is Kees. Kei gemakkelijk, maar kei lekker. Ik
De tweede snack gaan jullie waarschijnlijk denken, wat is dit? Maar geloof me, echt supergoed. Dit zijn de ingrediënten, kaneel, rijstkoeken, honing en aardbeidjes en pindakaas. We beginnen met de rijstkoeken. Dan nemen we de pindakaas. Ik neem 100% pindakaas omdat hier geen kaas in zit. Ik weet ook niet waarom het dan pindakaas noemt, maar oké. En omdat dit echt 100% natuurlijk is. Smeren maar op de rijstkoeken. Ik kies natuurlijk zelf hoeveel. Ik hou wel van een lekkere dikke laag pindakaas. Dan is het tijd om de aardbei te snijden en op uw toast te leggen. Dan gaan we er honing op doen. Ik heb heldere bloemenhoning. Ik weet niet wat het verschil is, maar ik gok dat hier minder suiker zit. Aangezien dat Sam deze heeft meegebracht. Up next we have cinnamon of kaneel. Super lekker en geeft dit echt een super lekkere smaak. Ik vind altijd dat dat heel hard naar speculaas smaakt. Maar ik vind het echt kei lekker. En klaar is Kees. Jullie moeten dit echt proberen. Dit is echt een super lekkere en gezonde snack. Wij zijn er klaar voor. Wij gaan nu vertrekken naar Charleroi. Waar dat we gaan blijven slapen om morgen vroeg onze vlucht te hebben. Dit is mijn outfit. Die ga ik wel morgen denk ik niet aan doen. Ik weet nog niet zeker. Mijn sneakers zijn totally too. Mijn broek is van The Woman's Secret. T-shirt is Zara en golf is ook totally too. Mijn handtas is Guess. En ik heb nog een rugzakje op van de Primark, denk ik. Sam, zijn outfit is Hurley t-shirt. Yep. Adidas schoenen, short. American Eagle. Zijn je nu uw wieuwhietegoeie aan het steken? Nee. Waarom schud je dan zo? Oké. Chique manier, ja. En rugzak is... H&M, denk ik. H&M, oké. Let's go. Dag, katjes. Sam is de koffers in de auto aan het zetten. Lukt het? Ja. Oké. Oei. De deur is niet toe. Ah, hij heeft het door. De deur was niet toe. Oké, wij gaan vertrekken en wij zien jullie in Charleroi. En we zijn in Charleroi. Ik sta achter de poorten waar dat we de auto hebben moeten parkeren en we kunnen niet door. Sam is net over deze poort geklommen om te gaan vragen om de poort op te doen. Goed bezig. Goed gedaan, dank u. Kamertour van onze geweldige kamer. We hebben gewoon een heel basic hotel genomen. Hier zit uw kast, ja. Met aangebouwd bureau. Wauw. Ja. Wat zien we nog? Hier zit uw bed met twee naklapjes. Wauw. Hier is... Oh ja, dat is best nog wel groot, die douche. Niet groot, een douche. Maar die is echt groot. Kunt je nog douchen zelfs? Dat is een douche. Ja. En dan is hier, gok ik het toilet. Yep. Tadaa! Oeh, ze nodigen ons uit om iets in de bar te gaan drinken na het kaartje gratis. Nee. Lappen. En eens kijken naar ons uitzicht, wat volgens mij geweldig gaat zijn. Oh, het is nog niet zo slecht eigenlijk. Ik dacht dat we op de luchthaven gingen uitkijken, maar bomen is toch mooier als dat. Aan de andere kant. Ah, oké. En we zijn eigenlijk al op hotel omdat we morgen vroeg om... Half zeven sluit onze gate al. Dus we moeten... Allee ja, nee, inchecken is om 6:30 zeker. Ik weet het niet. Dus nee. Dan moeten we al vertrekken om 7:00. En anders moesten we om 3:00 of zo of 2:00 opstaan. En nu kunnen we dan wel nog slapen tot 4:00 of zo. Hip hoi. Maar ja, daarna zijn we wel in Italië. Mm-hmm. Lekker warm. Ik wou zeggen, ik zie er zo wit uit, maar ik heb gewoon geen schmink op daarom. Gaan we eten? Ja. In het restaurant? Ja, we hebben chocola gekocht. Eet maar. Ja, als ik dat eet, dan kots ik morgen op het vliegtuig, denk ik. Ik voel me nu al in paniek. Kom maar lekker eten. Kom, we gaan eten en dan gaan we slapen. Yeah, dus hoe laat is het?
7, half 8? Half 8 dan. Half 8, en ik wil toch rond 9 uur zeker slapen. Dus, go. Smakelijk. Smakelijk. Wij liggen in bed, het is ondertussen 9:15. Ja. En het plan is om te gaan slapen, want rond 4 uur zeker moeten we opstaan. Ik wil niet zo vroeg opstaan. Huh? Het is toch voor een goed doel, hè? Ja, dat wel, maar ja. Ik voel me altijd zo slecht als ik zo vroeg moet opstaan. Maar oké, ik ga er niet proberen aan te denken. Ik ga proberen goed te slapen. En dan zien we jullie morgen in Italië. Dus tot morgen!